Kevin, ja, in twee opzichten de man van de wedstrijd. In een positieve en in een negatieve rol. Welke emotie overheerst bij jou? Negatieve natuurlijk, nu op dit moment. Ja, je gaat met rood van het veld, je staat in of voor. Ja, natuurlijk eerst die negatieve. Ja, wat gebeurt er na 68 minuten? Jij krijgt het aan de stok met Monsma. Ja, het is gewoon een duel, maar van tevoren was er ook al een duel. Maakte ik een overtreding op hem, dus dat zat hem waarschijnlijk dwars. En daarna zitten we nu in een duel. Hij pakt me vast, ik pak hem vast. Daarna is het een beetje praat tegen elkaar en de scheidsrechter ons daarna geel. Blijven we allebei nog een beetje doorlullen en ben ik degene die, die nog een gele kaart krijgt en ik moet van het veld af. Ja, jij voelt je benadeeld omdat jullie gewoon beide hebben gezien. We zijn beide aan het praten. Als je geel geeft moet je als beide geel geven. Of je moet gewoon zeggen van hey, nu kappen we ermee en gewoon doorgaan. Maar niet alleen mij een gele kaart geven en het rood van het veld stappen. Wat zei de scheidsrechter? Ja, zeg, wat zei hij nou? Hij zei, jij gaat nog een beetje doordreigen, zoiets uit tegen mij. Weet je. Zei ik van, ja, kijk eens van beide kanten, hij zegt ook wat terug, weet je. Zeg gewoon mannen onder elkaar is op het veld, los het gewoon netjes op. En hij geeft mij een rode kaart, dus ja. Al met al drukt het wel een hele zware stempel op de wedstrijd, want even later valt de 1-1 binnen. Klopt, vind je het dom van jezelf dat je misschien hebt laten provoceren? Ja, dom? Wat zou ik zeggen? Is niet mijn ding, normaal loop ik weg, weet je. Maar het is een wedstrijd, een beetje adrenaline, een beetje, alles gaat door je hoofd heen, dus normaal loop ik gewoon weg, hoor. Maar ja. Ik leer daar ook van. Ik moet gewoon normaal, de volgende keer loop ik gewoon weg en zeg ik niks. Ja, want al met al een hele teleurstellende avond natuurlijk. Omdat je blijft steken op een 1-1 gelijkspel tegen de hekkensluiter. Dit hadden gewoon 3 punten moeten zijn. Zeker, hadden 3 punten moeten zijn. Hadden we eerst zelf ook de kansen voor. Maar ja, uiteindelijk moet je nu al genoegen nemen met de punt. Omdat we de laatste minuut, de laatste half uur wel met 10 man hebben gespeeld. Ja.